Ik ben Ron de Bie en ik ben huisarts in Arnhem. En ik maak al jaren gebruik van het zorgdomein. En ik ben daar heel tevreden over. Patiënten zijn daar tevreden over. Verwijzing naar de specialist in het Rijnstatenziekenhuis. Dat loopt heel makkelijk, heel soepel op die manier. En de communicatie is ook heel goed richting de specialist, maar ook van de specialist richting de huisarts. Ik zorg voor het aanmelden. De patiënt krijgt keurig netjes de brief met instructies wat hij of zij dient te doen. Een paar dagen later bellen, een specifiek nummer. Dat krijgt de patiënt keurig mee van mij en de patiënt belt en maakt de afspraak. En dat loopt heel goed, heel soepel, prima communicatie. Op het formulier wat de patiënt meekrijgt vanuit het consult, kan die dus direct zien waar die kan bellen of eventueel online een afspraak maken. En ik ben eigenlijk hartstikke blij dat er binnenkort nog iets bij komt. Namelijk de radiologie. De radiologie is in oktober 2014 ook beschikbaar om te kiezen. En dat is een hele mooie aanvulling, zeg maar. Om ook weer vanuit het dossier direct voor de patiënt het benodigde radiologisch onderzoek aan te vragen. En het mooie is dat je het jezelf ook makkelijk kunt maken, want het is een breed spectrum van de gewone radiologie, de echo, tot de scans, zeg maar. En je kunt heel goed van tevoren favorieten aanmaken. En juist door die favorieten aan te maken, maakt het jezelf heel makkelijk. En kun je veel sneller bij het onderzoek komen wat je vaak nodig hebt vanuit het consult. Dus mijn advies zou zijn: zorg dat je de favorieten aanmaakt en op die manier kun je heel vlot werken met het zorgdomein in het algemeen, maar in het bijzonder met de radiologie binnen het zorgdomein. Om de favorieten op een goede manier aan te maken, ga je vanuit dit beginscherm eerst naar het tabblad aanvragen eerste lijns diagnostiek. Dat zie je hier en vervolgens ga je naar beeldvormend onderzoek, kiest daarna röntgenonderzoek en vervolgens ga je naar, wat mij betreft, want daar zit het meeste onder wat je kunt gebruiken, overig onderzoek. Dan zie je het zorgaanbod in beeld en ik kies hier voor röntgenonderzoek in het Rijnstatenziekenhuis. In het scherm wat je nu ziet staat onderaan de button voor voeg toe aan favorieten. Dat is degene waaronder je de zojuist gekozen favoriet daadwerkelijk kunt vaststellen. Hier kun je nog een andere naam geven. Je kunt bijvoorbeeld zeggen alleen Rijnstaten beeldvormend. En je gaat het vervolgens opslaan. En je ziet dat het succesvol is gebeurd. Kijk, hier staat nu het Rijnstaten Arnhem beeldvormend onderzoek onder mijn favorieten naast Rijnstaten laboratorium. Nou, ik heb mijn favorieten ingesteld en ik hoop dat alle collega's dat ook zo doen om het zichzelf makkelijk te maken en in het vervolg elektronisch te gaan verwijzen voor de radiologie. Deze formulieren heb ik dus niet meer nodig, die kunnen in de prullenbak en ik zou zeggen, ga ervoor. Doen!